wij zijn van Geflipt en leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Ja, en in deze video gaan we het hebben over een dier. Serieus. Oh, er zit iets. Je ziet ze bijna overal, de eikenprocessierups. Iedereen heeft het dus over, hè? De processierups. Wij gaan je laten zien wat je daarmee in de klas kan doen. Oké, we zijn aangekomen bij rekenen. Hè? Christian, leg even uit. Waarom heeft iedereen hier zijn gymkleding aan? Let op, dit kun je gebruiken in de klas. Nou juf, we moeten ons trainen en ons uithoudingsvermogen even testen. Want die haartjes van dat beest vliegen echt overal in het rond. Dan zijn we gewapend tegen die processierups. Oké, werkwoordelijk gezegde. Marijke, wat doe je? Ja, jullie snappen wel dat ik natuurlijk even wil highlighten en... beetje contouren. Meester. Mijn gezicht zit vol met rode bulten. En ik heb gelezen dat ik er zachte crème op moest doen. Dus ja, dit is een beetje zachte crème voor mijn gezicht. Want dit komt door die rups, weet je wel, meester. De processierups. Even belangrijk tussendoor. Zet je notificaties aan. En abonneer gelijk even. Dan blijf je op de hoogte. Dames en heren, bij de volgende rekenopdrachten. Christian, je pet. Waarom heb je die op? Normaal mag dit vast niet in de klas. Dit is je kans. Ja, sorry juf, maar mijn haar is echt belangrijk. En ze zeggen thuis dat die haartjes dus overal kunnen zitten. Dus ook in mijn haar. Ja, je moet er wat voor over hebben om je haar te beschermen. Voor die processierups. Dames en heren, we hebben allemaal toets thema 8 voor ons. Marijke, je hebt nu al een vraag. Kijk jongens, het is natuurlijk helemaal niet leuk als je in contact bent gekomen met zo'n rups. Als het dan is gebeurd, bedenk dan goed waar die haartjes zijn gekomen. Meester, ja, ik kan niet schrijven bij de toets, want... Oh, mijn vinger. Ja, mijn vinger is aangevallen door een... processierups. Ja, top, je huiswerk. Marijke, waar is jouw huiswerk? Oké, dit is de beste. Ja, meester, ja, ik kan er echt niks aan doen. Maar mijn huiswerk... Ja, mijn huiswerk is opgegeten door... Ja, we maken er natuurlijk wel een beetje een grapje van die rups. Maar het is wel ontzettend vervelend als je echt jeuk en uitslag krijgt. Dus hierbij nog wat tips van ons om de processierups te... lijf te gaan. En het te overleven. Doe lange kleding aan als je naar buiten gaat. En voor de meiden, schaf een EHBP-tas aan. Ja jongens, gewoon een eerste hulp bij processierups-tas. Serieus, het is handig. Met daarin... duct tape. Als je haartjes hebt door die processierups, dan plak je dat erop. Trek je eraf en dan ben je alle haartjes van de processierups kwijt. En van je eigen arm ook. Ja, dan ben je geharst. en een beetje zachte crème. Ook fijn als je dan haartjes erin hebt. Ja, één ding moet je niet doen. Wrijven of krabben, want dat maakt het namelijk alleen maar erger. Nou jongens, wij wensen jullie heel veel succes bij de laatste schoolweken. Het voorbereiden op een heerlijke zomervakantie. Ja, die eindtoetsen die je vast ook nog moet doen. Alle klassenfeesten die je langs moet gaan. Maar alle verjaardagsfeestjes die voor de zomervakantie nog gedaan moeten worden. Omdat je dan in de zomervakantie jarig bent en het dus niet kan vieren. Ja, maar we wensen jullie vooral heel veel succes bij het doorstaan en overwinnen van... de processierups.